Dames en heren, het is 13 maart. Het is iets over drieën en we hebben een geweldige gast, Lale Gül. Ik ben ongelooflijk blij dat ze bij ons is. Ze is al eens eerder geweest, daar gaan we het ook nog even kort over hebben. De middag gaat een beetje als volgt. U heeft allemaal hele lekkere hapjes, dus doe daar lekker lang mee en geniet daarvan. Luister ondertussen naar het interview. U kunt nog koffie en thee bijbestellen, maar dat doen mijn collega's. Daarna is er ook de mogelijkheid dat u zelf een vraag stelt aan Lale, want dat komt vast in u op, dat u haar iets wilt vragen. Dan zijn de spelregels als volgt: u staat op, u stelt de vraag, ik herhaal de vraag, zodat iedereen hem ook goed kan verstaan. En dan antwoordt Lale. Daarna is het signeren, kunt u nog even een babbeltje doen met Lale. En dan kunnen de boeken gesigneerd worden. Goed, fijn dat u er allemaal bent. Lale, we hadden het net even toen we hier naartoe liepen. De eerste keer dat je bij ons was. Dat was eigenlijk een hele bijzondere ontmoeting. Want je kwam hier binnen met je hoodie over je hoofd. Ja. En je belde jezelf af. En er kwam een prachtige jonge vrouw tevoorschijn. En toen dacht ik, hallo, dag Lale. En nu zit je hier. En wat is er in die tussentijd met je gebeurd? Hoe lang is dat inmiddels geleden? Ja, ik zit even te denken. Sandra, wanneer was dat? Dat Lale. Ja, dus het was wel echt in de lockdown ook. Ja, ja. Op afspraak. Op afspraak, ja. Ja. In de tussentijd met mij gebeurd. Op professioneel gebied, ik schrijf columns voor in de krant, ja. Dus ik ben ineens columnist, naast schrijver. Ben geen student meer, dat heb ik volledig laten varen eigenlijk, sinds toen. Ik probeerde wat minder in de media te komen, maar dat is me niet echt gelukt. En verder probeer ik zo stabiel mogelijk leven op te bouwen eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, waar ik natuurlijk met die vraag vooral een beetje op doelde is, toen hadden we heel veel zorgen over jouw veiligheid. Ja. We hebben toen ook heel veel en intensief contact gehad met de uitgeverij. Omdat alle gasten die hier komen, vind ik, is primair dat ze zich hier fijn voelen, op hun gemak voelen, maar ook dat ze zich veilig voelen. Ja. Er gebeurde toen van alles rondom jou, dus we hebben toen heel intensief contact gehad van ja, maar kan het wel en hoe gaan we dat doen? En nu had ik daar toch ook wel weer, niet geen zorgen, maar toch wel dat ik wilde weten dat jij hier veilig naartoe zou kunnen. Ja. En ik vind dat nogal wat. Voor een jonge vrouw die bij eigenlijk iedere stap naar moet denken, kan dit eigenlijk wel? Zie je dan een verschil toen de eerste keer je met die hoodie kwam en nu je hier zo zit? Ja, er is verschil in die zin dat ik probeer gewoon weer zo normaal mogelijk te leven. Dus ik probeer. Aan de ene kant kun je zeggen, is dat wel zo slim, want je weet niet of er nog steeds gevaar is, maar het is zo onberekenbaar. Je weet niet of er gevaar is. Ik heb daar totaal geen zicht op of zo. Ik doe ook allang geen aangifte meer en zo, zoals in het begin. Dat heeft ook allemaal geen zin in feite. Ik heb natuurlijk ook die rechtszaak gehad en zo, met allemaal hele rare figuren die... Ja, die mij op de een of andere manier de mond willen snoeren. En dan op een gegeven moment moet je natuurlijk ook wel gewoon weer denken van nou moet ik gewoon door. En zo normaal mogelijk leven. En ik denk dat ik nu op dat punt ben. Ja. Ik probeer natuurlijk wel op te letten. Wat moet je daaraan doen eigenlijk? Nee. Het is ook zo lastig. Ja. Ja, weet je, ik denk dat het ook belangrijk is dat wij met z'n allen, want ik zeg altijd, niet zij zijn de maatschappij, wij zijn de maatschappij. Wij moeten in feite ook met z'n allen waarborgen dat meiden overal, of ze nou door het Vondelpark fietsen of over straat,
veilig over straat kunnen. Dat is gewoon, dat is een voorwaarde om te leven. Als meisje, als vrouw. En daar is natuurlijk, ja, daar verschijnen ook veel dingen over in de media. We hebben één collega hier, die heeft ooit aangekaart wat er in de trein allemaal gebeurt. Zij is journaliste. Zij heeft er zelf voor gezorgd dat dat nummer van de NS nu overal gepubliceerd wordt. Dat als je wordt lastiggevallen in de trein, je onmiddellijk kunt bellen. En weet je, Lale, het is natuurlijk te gek voor woorden dat het zo moet. Maar toch moeten wij met z'n allen zorgen dat we als vrouw, als meiden, gewoon veilig over straat kunnen. Absoluut. En niet worden lastiggevallen. Absoluut, ja. En bij mij was het altijd heel lastig overwegen, omdat ik natuurlijk, het was niet de enige boekhandel die mij over de vloer wilde. En het was elke keer van ja, moet het dan wel worden aangekondigd en hoe ga ik er naartoe en is er dan beveiliging, et cetera. Dus dat waren allemaal dingen die heel erg veel voor stress en hoofdpijn zorgden. En dat ik ook vaak dacht van weet je wel, dan doe ik het maar niet. Of alleen als het niet wordt aangekondigd of zo. Dus ik heb van alles geprobeerd om het een beetje... ja, veilig voor mezelf te houden. Maar ik merk dat ik het ook steeds meer loslaat. Het is ook niet vol te houden. Om er steeds maar mee bezig te zijn. En ik hoop gewoon altijd dat het wel goed komt. Dat het wel soep loopt. Ja, nou ja, dat, inderdaad. Fingers crossed zeg ik altijd. Maar het blijft een punt van aandacht. En ik denk dat we daar als maatschappij ons bewust van moeten zijn. Wat doen wij daaraan? Om iedereen gewoon een veilig en een goed leven te geven. Toen Lale hier voor de eerste keer kwam, verkochten wij het boek al echt als warme broodjes. En dat is niet gestopt. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dat komt natuurlijk ook omdat het boek gewoon heel erg goed geschreven is. Het is recht vanuit je hart geschreven. En wat ik ook heel leuk vind, want ik heb heel veel interviews ook met je gelezen om dit voor te bereiden. Je trekt ook een ander publiek. En vertel daar eens iets over. Want ik las iets heel grappigs wat je daarover zei bij Donner. Ja, ja. Ja, ik was een paar keer uitgenodigd bij Donner in Rotterdam. En dat is de enige boekhandel die mij echt meerdere keren heeft uitgenodigd. Omdat daar alle exemplaren die ik signeer, die zijn zo weer weg. Dus dan willen ze weer mij uitnodigen. En ik had een keer gevraagd van, hoe komt dat nou? Dat het bij jullie zo hard gaat. En toen zei die meneer, wij hebben ineens een heel ander publiek die wij nooit eerder in de boekhandel hebben gezien. Namelijk allochtone jongeren die heel gericht in de winkel komen en die zeggen, waar staat Lale Gül? Die nemen ze mee. En voor de rest, dan gaan ze de winkel uit. En dat vond ik heel bijzonder, omdat ik denk, ik heb blijkbaar een lezersgroep die... echt alleen mijn verhaal wil weten, of die niet eerder van het lezen was of zo, en die nu wel geïnteresseerd zijn in een boek. Dat vond ik heel bijzonder. Ja, en weet je, ik heb niet voor niks ook dit meegenomen, dat wil ik jullie allemaal even laten zien, het Leesoffensief Utrecht. En dat gaat er eigenlijk over dat steeds meer jongeren laaggeletterd zijn. En dat betekent natuurlijk nogal wat. En ik denk, hoe krijg je jongeren aan het lezen? Door ze boeken te laten lezen die over hun eigen leven gaat. En Lale, dat moet jou ook in die zin steunen. Dat je weet dat er veel meer jonge meiden zijn die met precies dezelfde problemen zitten als jij. Ja, ja, of die gewoon nieuwsgierig zijn. Of denken, goh, ik heb eigenlijk ook een soortgelijke achtergrond. Maar ik heb nooit stilgestaan bij wat ik ervan vind. Laat ik dat boek eens lezen. En die sturen mij dan vervolgens zulke lange berichten op Instagram... LinkedIn of Facebook en dan zeggen ze van nou ik ging er eigenlijk best wel onbevangen in en nu merk ik dat ik je best wel gelijk geef of ik had juist vooroordelen en ik merk dat het heel anders is dan wat ik had verwacht en dat is natuurlijk heel fijn om te lezen. Ja. Ja, dat snap ik, want ik herinner me een boek wat uitkwam van Robert Vuijsje, Alleen maar nette mensen, dat bracht een beetje hetzelfde teweeg. Dat opeens allemaal jongeren uit de Bijlmer zijn boek gingen kopen. Ja. Met andere woorden, kinderen, jongeren willen wel lezen, maar die willen niet... ik zal het even heel oneerbiedig zeggen, neem me niet kwalijk, ik ben boekverkoper. Maar de oude meuk, waar we al tientallen jaren mee zijn opgescheept,
dat we alsmaar die ouderwetse leeslijst moeten lezen. Terwijl ik denk, waarom lezen we niet gewoon dit? Want dit gaat over de maatschappij zoals die nu is. Ja. En ik denk ook dat een goede leraar of lerares Nederlands laat haar jongeren ook dit soort boeken lezen. Ja. En ik denk dat dit heel erg meewerkt aan emancipatie. Heb je ooit kunnen bedenken hoeveel impact jouw boek heeft zou krijgen? Nee, dat heb ik echt nooit durven dromen. Dat, ik had er, ja, ik wist natuurlijk wel dat er succesvolle boeken waren, maar ik was al lang blij dat mijn boek überhaupt uitgegeven werd. Want dat, zo gaat dat natuurlijk. Een uitgeverij krijgt duizenden manuscripten binnen. Als onbekend persoon kom je er maar heel moeilijk tussen. Ja. Vooral niet als je 23 bent, student, een totale nobody, niemand kent je. En je hebt geen bepaalde aanhang of zo. Dus dan doen uitgeverijen al heel moeilijk. Dat was midden in de lockdown, dus nog moeilijker. Zelfs bekende schrijvers waren hun boeken aan het uitstellen in die tijd. Dus ja, nee, ik had daar totaal geen rekening mee gehouden. Want je hebt mij ooit verteld, omdat ik ken Mai goed, je hebt mij ooit verteld hoe jij je eigen boek zo even bij Prometheus hebt binnengesluist. Wil je dat met ons delen? Ja, ik had op een gegeven moment heel veel woorden in mijn manuscript. Nou, heel veel schrijvers die gaan aan het begin van hun manuscript of in het midden al op zoek naar een uitgeverij, dat deed ik niet. Ik dacht, ik neem gewoon alle tijd en wanneer ik denk, nu is het wel ongeveer af, ga ik wel op zoek, want dat zie ik dan wel. Dus toen het einde naderde, dacht ik, oké, nu moet ik naar een uitgeverij op zoek, welke zal ik eens nemen? Nou, ik las toevallig heel veel boeken van Prometheus, dus dat was toevallig het eerste wat in me opkwam. Ik dacht, daar ga ik het proberen. En ik had Mai Spijkers ook wel op tv gezien en zo. Toen met 50 Shades of Grey, geloof ik, was hij bij De Wereld Draait Door. En ik had hem onthouden, omdat hij zei, ja, dat boek dat heb ik niet gelezen. En toen dacht ik, nou, dat is zo'n gedurfde uitspraak om dat op tv te zeggen. Van, je hebt een succesvol boek, maar je hebt het zelf niet gelezen. Dus ik dacht, dat is wel een geestige man. Die zou ik wel willen spreken. En toen heb ik hem eigenlijk een mail opgesteld. En toen dacht ik, ik moet er iets in zetten waardoor ik niet op die stapel beland. Van die ellenlange lijsten van nieuwe manuscripten die maar binnenkomen. En ik zie dat, hoe dat gaat op de uitgeverij. Het zijn echt zulke stapels manuscripten op de tafels van de redacteurs. Dus ik dacht, ik moet iets doen waardoor ik snel antwoord krijg, want ik heb daar geen geduld voor. En sowieso wilde ik niet op zo'n stapel eindigen dat ik nooit reactie krijg, want dat hoor je ook wel eens. Ja, ja. En toen had ik een mail geschreven met beste meneer Spijkers. Ik ben Lale Gül, ik heb hierbij een manuscript geschreven. Bijgevoegd vindt u de bijlagen. En ik had iets gezegd van, ik hoop dat ik snel reactie krijg, want ik weet zeker dat dit een succesvol boek is. Volgens mij had ik zelfs bestseller gezegd. Ik weet zeker dat dit een bestseller is en als u niet binnen 3 of 4 dagen antwoordt, dan ga ik naar de bezige bij. Heel goed. Ja. Dit is de juiste spirit. En ik dacht, dat kan 2 kanten op. Of hij denkt, wie is deze totale, beide handen, nitwit, die denkt dat ze wat is. Of hij denkt, oh ja, dit is wel interessant. Nou, het tweede gebeurde gelukkig. En ik kreeg echt dezelfde dag nog een mailtje terug. Dat hij zei van, kom maar morgen langs. Dus ik dacht, oké, volgens mij is het best bijzonder. Heel bijzonder. Ja, want ik had op internet alleen maar gelezen dat je er niet tussen komt, et cetera. Nee, ja. Dus ik dacht, oké, de volgende ochtend ben ik op de Herengracht, op de uitgeverij. En toen ging me eigenlijk gewoon heel casual ging me kletsen, koffie drinken. En hij vroeg steeds, wie ben je nou eigenlijk? En wat heb je dan precies geschreven? En ik dacht, hij heeft het vast al gelezen. Toen zei hij, nee, ik heb nog geen letter gelezen. En na een gesprek van, nou, wat zal het zijn, een half uur, bood hij mij een contract aan. Ongelooflijk. Het is ongelooflijk, dit verhaal. En toen zei ik nog van, maar u heeft het nog niet gelezen. En toen zei hij, ja, maar ik geef niet alleen boeken uit, ik geef ook schrijvers uit. Ja. Dus toen dacht ik van, oké. Ja, ik heb volgens mij wel een goede keuze gemaakt. Je hebt absoluut een goede keuze gemaakt, omdat
ik ken de stal van Mai, zo noemen we dat een beetje oneerbiedig, hè. En ik heb bijvoorbeeld ook heel veel met Mano Boezemoer. En de film van Mano is voor een gedeelte hier ook opgenomen. Ik ken Eugène heel erg goed. Dus het klopt dat hij schrijvers uitgeeft waarvan hij denkt, die hebben een goed verhaal. Ja. Daar kan ik iets mee. Ja. En jullie alle drie kunnen ook gewoon goed schrijven. Dus ik weet je, Mai heeft gewoon een fijne neus als geen ander. Ja. Echt, dat is een uitzonderlijk talent. Om inderdaad in iemand anders te zien van, dat is een goed verhaal, dat ga ik gewoon uitgeven. Ja. En hij is uniek daarin. Hij is echt uniek daarin. Ja, ik denk het wel. Het is gewoon een enorm risico. Ja, dat is het ook, zeker. En Lana, de eerste oplage van je boek. Ja. Hoeveel exemplaren werden er gedrukt? Ik geloof 2000 of zo. Hou deze aantallen even goed in jullie achterhoofd. 2000. Goed. Hoe ging dat? Wat er dan gebeurt is dat de uitgeverij het probeert bij de media te krijgen. Dus iedereen krijgt een exemplaar opgestuurd. Op 1, Twanhuis, al die programma's, al die NRC, Volkskrant. Ze krijgen allemaal een exemplaar. Dat gebeurt eigenlijk bij elk boek dat uitgegeven wordt. Dus dat is niet bijzonder. Dan hoop je dat het ergens opgepakt wordt. Dat je ergens een telefoontje of een mailtje krijgt van, hey, kan zij bij ons aanschuiven, ja, of zo. Ja. Dat gebeurde helaas bij de overgrote deel van de schrijvers niet. Ik weet ook niet waarom. Er is niet veel aandacht voor schrijvers in de media. Klopt, ja. Dus dan moet je, vooral niet als je niet bekend bent. Kijk, als je al een naam hebt, dan mag je overal aanschuiven. Ja, ja. Maar als je nog niet bekend bent, dan is het heel moeilijk. Bij mij was er dus ook overal een exemplaar naartoe gestuurd en wij kregen toen reactie van Op 1, weet ik nog, van Welmoed en Jort Kelder was dat toen. Die hadden het verhaal een beetje meegekregen en die zeiden van, kan Lale bij ons zitten aanstaande donderdag, geloof ik. Mm-hmm. En toen was ik al helemaal gechoqueerd eigenlijk. Ik dacht tv, maar daar had ik niet op gerekend. Want ik dacht, ik schrijf een boek, dat komt in de boekhandels, maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat je als schrijver ook meteen in de media komt of zo. Nee, dat is zeker. Daar had ik eigenlijk niet echt op gerekend. Dus ik moest heel erg twijfelen van, moet ik dat wel willen en wat gaat dat opleveren? Ik had natuurlijk ook wel gerekend op haatreacties eventueel en op vragen die ik misschien niet gelijk paraat had en zo. Want het is ook een, dat zag je ook wel in die uitzending. Ik weet niet of iedereen dat nog weet, maar ik kreeg best wel vragen over van, hoe is het met de integratie en wat moeten we dan doen in de moskee? Dus dat ging niet per se over het boek. Het ging veel verder dan het boek. Het werd politiek, het werd maatschappelijk. Ja. En je moest maar snel op dat moment een antwoord verzinnen wat niet te veel mensen boos gaat maken. Dus ik voelde me ook wel enorm onder druk, maar dat neemt niemand kwalijk of zo. Het is ook gewoon een heel controversieel thema natuurlijk. En ik ben daar zelf gaan zitten. Dus dat heb ik toen gedaan en dat leverde het nodige op. In mijn eigen kring, familie thuis, maar ook vrienden en middelbare schoolvrienden en vriendinnen. En eigenlijk iedereen had het in één klap gehoord. Telefoonberichten geëxplodeerd, op Facebook ging het los, op Twitter ging het los. En het was de meest gestreamde uitzending ooit of zo van Op 1. Dus het was, er kwam het een en ander over mij heen. Ja. En toen waren die 2000 exemplaren. Hoe ging dat toen? Die waren toch in de... Nou, dat was echt gelijk uitverkocht. Ja, dat was gelijk uitverkocht, inderdaad. Nou, toen kreeg ik al gelijk een mailtje met de tweede oplage is in gang gezet. En eigenlijk hielden die mailtjes daarna nooit op. Dus ik kreeg alweer een paar dagen later de derde oplage, de vierde oplage. Gefeliciteerd. Dus dat ging ineens helemaal rollen. Ja. En hoeveel zijn er inmiddels verkocht? Inmiddels 200.000. Ja. Dat is ongekend. Mensen, geloof me, dat is ongekend. Het is een debuut. 200.000 verkocht, dat grenst aan het ongelofelijke. Ja, en dan heb je ook nog de e-books en de Storytel en zo. Ja. En dat is allemaal veel meer, want op Storytel is het ongelooflijk vaak geluisterd. Maar echt fysieke boeken, dat zijn er 200.000. Ja. Ja.
En het gaat ook nog gewoon door. En dus wat dat betreft heeft Mai het goed gezien. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik, sowieso, en dat is denk ik ook de kracht van Mai. Dat hij, ik heb wel eens een interview met hem gezien met Eugiaan en met Mai. Mm-hmm. Dat het echt gaat over, je komt uit een bepaalde kring. En Mai komt uit een heel klein Limburgs dorpje. Er werd altijd een beetje op hem neergekeken. Mm-hmm. Maar Mai heeft nooit opgegeven. En Mai is van inderdaad dat jongetje uit Sint-Odiliënberg, is hij een grote en echt een heel succesvolle uitgever geworden. Dus ja. Ik denk ook dat hij altijd ziet dat dat geldt voor jou, dat geldt voor Mano, dat geldt voor Eugène. Dat hij altijd ziet, ja, maar ik heb hier te maken met een groot talent. En als ik mijn juiste middelen daarvoor inzet, wordt het gewoon heel groot. Ja. Dat heeft hij echt heel goed gezien. Ik vraag me af of ik inderdaad ook zo makkelijk bij een andere uitgever zou binnenkomen. Ik weet het niet. Nee, dat weet je niet. Ja. Maar het klopt gewoon. Ja. En ik denk wel dat hij heeft een heel verkoopapparaat. Hij kan dat ook groot maken. Juist doordat hij de juiste connecties heeft in de mediawereld. Dus wat dat betreft ben je helemaal goed geland. Wat ik je wilde vragen. Tijdens het schrijven van het boek studeerde je Nederlands aan de VU. Ja. Hoeveelste jaar was je? Hoe ver? Derde jaar bachelor. Ja? Ja. En de studie was al afgeschaft, dus ik was de laatste lichting. Het is nu eigenlijk in feite afgeschaft. Ja. Dat gebeurt steeds vaker, omdat er nauwelijks aanmeldingen zijn voor de studie Nederlands. Toen ik daar begon op de VU waren wij met z'n zessen op de hele studie. Dus ik heb nooit van die mega collegezalen et cetera gehad. Het was gewoon altijd heel kleinschalig. En als je kijkt naar rechten of zo, dat is echt massaal natuurlijk. Ja. En ik zat dus in mijn derde jaar bachelor. En ik moest nog een aantal vakken en een scriptie inleveren. Dan had ik mijn bachelor. Ja. Maar ja, achteraf gezien kon ik mijn boek beter uitgeven nadat ik die dingen had afgemaakt. Want door alles wat er omheen gebeurde, had ik eigenlijk nauwelijks meer tijd voor school. Ja. Maar goed, weet je, je hebt een succesvol boek. En inderdaad, je kunt ooit wel weer de studie oppakken. Je hebt nog een heel lang leven voor je, dus zeg nooit nooit. Maar wat wel natuurlijk zorgelijk is, is dat er zo weinig studenten zijn. Ja. Had jij ook les van schrijvers? Ja, van Kees het Hart en Arno Grunberg. Ja. Heb je van Arno les gehad? Ja, dat was, we hadden het van creatief schrijven. Ja. En hij was gastdocent dat jaar. Het is niet elk jaar vanzelfsprekend, maar dat jaar kon hij wel. En ik had geluk dat ik les van hem kon krijgen. Ja, zeker. Ja. Dan bof je. Want heb je Blauwe Maandagen gelezen? Ja, zeker. Ja, dat vond ik echt een fantastisch debuut ook. Ja. Dat weet ik nog heel goed dat verscheen. Ik wil ook iets grappigs voorlezen. Daar moet jij vast ook wel een beetje om lachen. Tenenkrommend slecht geschreven. En dat zegt Abdelkader Benali, dat staat bij de quotes. En ik vind dat gewoon mega stoer dat dat in je boek staat. Leg mij dat even uit. Ja, op een gegeven moment wilde ik van die quotes in het boek zetten. Want elke keer als je een nieuwe oplage hebt, dan voor de mensen die dat niet weten, dan krijg je eigenlijk de mogelijkheid om iets te veranderen aan je boek of je manuscript, et cetera. En toen dacht ik, ik vind het altijd zo cool dat andere boeken die quotes hebben. Dat wil ik ook. En dan had je natuurlijk, normaal doe je dan alleen de positieve quotes. Maar ik vond het eigenlijk ook wel grappig om de negatieve ertussen te zetten. Ja. Dat vond mijn uitgeverij niet zo grappig. Dat snapte ze helemaal niet. En toen hadden ze, eigenlijk al die negatieve hadden ze er niet in gezet. Behalve die ene van Abdelkader Ben Ali vonden ze wel grappig genoeg om het erin te zetten. Ook omdat ik het gewoon heel graag wilde. En toen zei ze nog van, waarom wil je dat zo graag? Maar ik vond, ik had gehoord dat Jan Kramer dat ook had gedaan, Jan Kramer. Ja. Dat hij echt pagina's lang negatieve recensies had gezet. En ik weet dat Mano dat ook heeft gedaan. Dat er op zijn kaf stond van, volgens mij van Sylvia Witteman van de Volkskrant. Ja. Dat er stond van, de enige reden dat hij een succes is omdat hij een Marokkaan is of zo. Zoiets had ze gezegd. Ik weet niet of ik het letterlijk zo goed citeer. Maar wat hij gewoon op de kaft laten zetten. Ja. Nou, dat vond ik ook heel meesterlijk. Dus ik dacht, dan ga ik dat van Abdelkader Ben Ali zetten. Want hij is toch wel
redelijk bekend schrijver. Ja, zeker, zeker. En hij had dat op Twitter gezet. Dus ik dacht, ja, het is wel grappig. Want natuurlijk tussen al die positieve quotes heb je dan ook een negatieve. Nou ja, weet je, ik vind dat dan heel erg grappig. Ik moet daar ook om lachen. Hoe was de uitgeverij echt dat ze daar... Doe dat nou toch maar niet. Ja, want ik vind dat dan zo leuk en eigenzinnig van jou dat jij zegt, ja, maar ik wil het er gewoon op. Ja, degene die erover gaan, zeg maar, voor de veranderingen, die zeiden wel van, ja, moet je dat wel echt willen? Dat je een pagina zo'n negatieve quotes erin gaat zetten. Er waren wel meer die ik had aangeleverd. En dat begrepen ze niet echt, had ik het idee. Ze hadden zoiets van, het is toch leuk dat je alleen een positieve erin zet. En ik zei van, nee, ik vind het eigenlijk wel, ik vind het wel geestig, maar ja, wel niet. Nou, uiteindelijk waren we uitgekomen op alleen die van Abdelkader dan. Ja, ja, nou, ik moest er heel erg om lachen en ik vind het gewoon mega stoer. Wat ik me nog afvroeg, hè, je ging naar bijvoorbeeld het Hervormd Lyceum. Ja. Daar kwam je natuurlijk ook andere jonge mensen tegen. Kon je daarmee... het gesprek aangaan, hoe erg je het vond dat je zo klein gehouden werd door je familie. Want ik denk dan altijd van, dat is hè, als puber, als adolescent, ga je gewoon je wereld vergroten en ga je ook in conclave of in dialoog met je omgeving. Vertel me daar eens iets over. Ja, het Hervormd Lyceum was mijn middelbare school. Ja. Maar in die tijd was ik eigenlijk heel anders dan ik nu ben. Ik was heel introvert, ik was heel erg in mezelf. En ik schaamde me vooral voor alles wat niet normaal was. Dus als ik thuis heel vaak ruzie had. Of als ik heel erg teleurgesteld was in mijn ouders. Of als ik niet mee mocht op schoolreisjes. Of als ik bepaalde kleding niet aan mocht, et cetera. En ik zag dat anderen daar veel minder last van hadden. Dan had ik zoiets van, oh ja, ik ben gewoon anders. Mijn situatie is gewoon anders. En dat moet ik maar eigenlijk zoveel mogelijk verbergen. En niet anderen mee vermoeien of zo. Of dat moet ik niet te veel naar buiten brengen. Omdat ik me er ook gewoon voor schaamde. Het is natuurlijk ook wel een hele hoge drempel dat je over moet op het moment dat je problemen ervaart. Maar erover praten, heel openlijk en hulp zoeken, et cetera. Dat is wel een tweede stap die heel veel mensen niet zo snel nemen. Als eerst probeer je dat gewoon heel erg voor jezelf te duiden en duidelijk te krijgen en op te lossen. En probeer je zo min mogelijk andere mensen erbij te betrekken. Nou, op een gegeven moment is dat jarenlang zo gaan sudderen tot ik er met een boek, tot ik met een boek kwam en dat heel Nederland in heb geslingerd. Dus dat is nogal... Een tegenstelling natuurlijk van jarenlang het in je opkroppen totdat het eigenlijk eruit moest omdat het zo frustrerend werd. Mm-hmm. Maar in die middelbare schooljaren heb ik eigenlijk zo min mogelijk daarover gepraat. Ja. Misschien is dat ook wel puber eigen of adolescent eigen dat je zo min mogelijk op wilt vallen en veel mogelijk in de massa op wilt gaan. Ja. En toch zijn er ook mensen die juist wel die uitzondering willen zijn en daar ook gewoon mee om kunnen gaan. Denk je, want ik heb ook heel veel nagedacht over Eugène en over Manno en over jou. Is het dan toch anders als meisje en jonge vrouw? Omdat ook de schaamtecultuur, het heeft natuurlijk ook altijd te maken met seksualiteit, het daarvoor uitkomen, vriendjes, weet je, afspraakjes maken, dat voor jongens toch anders ligt. Ja, sowieso wel. Op de een of andere manier, dat is iets wat ik eigenlijk nog steeds niet begrijp. Kijk, vanuit de religie is het voor beide geslachten eigenlijk even streng, kun je wel zeggen. Maar vanuit hoe het in de praktijk gebeurt, is het heel anders. Hoe er met de geslachten wordt omgegaan en met de regels. Ik heb bijvoorbeeld ook een broertje, die is inmiddels 22. En die heeft altijd alles gemogen. Er was nooit een beperkende maatregel voor hem thuis. Als hij 's nachts niet thuis kwam, ja, whatever. Het is een jongen, die vindt zijn weg wel. Die moet experimenteren, die moet de wereld ontdekken. Tuurlijk, hij kwam ook niet met een vriendin thuis of zo, dat niet. Maar er was geen toezicht op hem, er was geen controle. Hij mocht aandoen wat hij wilde, hij mocht naar het strand in de zomer, hij mocht op vakantie.
hij werd niet constant gebeld of gevideobeld en laat je rooster zien en waar heb je dan uitgehangen. En bij mij wel. Dus dat was iets wat mij al heel vroeg opviel. Van, ik moet blijkbaar de hele tijd beschermd worden tegen mezelf of zo. Omdat ik een vrouw ben en naïef ben. Sneller gebruik van gemaakt kan worden. Ja, dat soort dingen. En inderdaad ook ja, heel erg geseksualiseerd. Je lichaam wordt al een hele vroege leeftijd soort van als heilig gezien of zo. Dat moet je maar heel goed beschermen. Je moet je de hele tijd bedekken. Je moet niet te zinnenprikkelend zijn voor anderen. Ja, tot je op een leeftijd komt dat je kunt trouwen. Dat is dan je leven een beetje. Ja, dan ben je succesvol opgevoed. Ja. Ja, de schrik slaat me om het hart. Ik moet toch ook wel een beetje denken aan hoe het in Nederland was, het christelijke Nederland van de 50e jaren. Want daar zijn natuurlijk parallellen. Dat inderdaad, en er is nog steeds, vind ik, een dubbele moraal. Waar we, vind ik, ook als vrouw, meisje, iedere keer krachtig tegenop moeten treden. Waar die dubbele moraal, waarin jongens inderdaad zich alles kunnen permitteren en meisjes toch maar, of het dan maar stiekem moeten doen. Terwijl ik denk, als vrouw moet je toch ook je seksualiteit kunnen ontdekken, moet je toch ook kunnen experimenteren. En waarom moet dat allemaal in het geniep? Ik bedoel, ik vind dat daar nog steeds echt een emancipatieslag overheen moet. Ja, zeker. Zeker in de cultuur waar ik vandaan kom. Ja. Dat wordt daar heel hypocriet en onrechtvaardig mee omgesprongen. Dus ja, nee, helemaal mee eens. Ja, er is echt nog heel veel te doen. Ik wil je nog wat anders vragen. Is je boek verkocht naar het buitenland? Ja, ja, het is in 10 talen wordt het vertaald. Dus de vertaalrechten zijn voor 10 talen verkocht. Ja. De eerste is, die uitkomt is de Duitse vertaling. Dat, is, dat komt in april dit jaar, dus dat is al over minder dan een maand. Ja. En ik weet niet wat dat teweeg gaat brengen. Ik vind het ook allemaal heel spannend. Mm-hmm. Nu gaat het natuurlijk alleen maar over Poetin en Oekraïne en zo. Dus ik vraag me wel af van wie zit daar op te wachten in Duitsland. Maar je weet het niet. Ik heb nog geen interview aanvragen en zo gekregen. Maar ja, als het goed is, moet het in april in de winkels liggen daar. En heb je dan ook contact met degene die het gaat vertalen? Want het is natuurlijk wel, jij hebt een eigen stijl en een eigen vocabulaire. En ik neem aan dat je het wel belangrijk vindt dat daar toch ook iets van overblijft in de Duitse vertaling. Ja, dat is zo lastig als je een taal niet spreekt. Dan kun je ook niet echt checken of het wel goed vertaald is. Ja. Natuurlijk bij de Engelse versie kan dat op zekere hoogte wel, maar dit gebeurt eigenlijk totaal los van mij. En ik moet er wel op vertrouwen dat het goed komt. Maar ik heb geen contract met de vertaler. Nee. Ik hoop mijn uitgeverij wel. Ik hoop wel dat daar iets van toezicht op is of zo. Dat het niet zomaar in de winkel komt en dat het ineens heel slecht vertaald is of zo. Nee. Ik weet ook niet. Gebeurt dat vaak, slechte vertalingen? Nee, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld sommige schrijvers zijn heel secuur op hun vertaling. En dan is er dus ook contact tussen de vertaler en de schrijver. Ja. Omdat je, weet je, er zit ook een soort slang in jouw boek. Ja. En dat draagt natuurlijk wel bij en aan de leesbaarheid, maar ook aan de beleving van een boek. Ja. Dus je wilt dan toch eigenlijk ook wel dat in het Duits gebeurt. Nou denk ik, en vermoed ik ook, dat de contacten tussen Prometheus en de Duitse uitgever, dat verder prima is. Ja. Maar ja, dat is wel vaak hoe het gaat. Ik weet bijvoorbeeld ook van dichters. En als het een gedichte van een dichter wordt gedaan, dat zo nauw luistert, dat er altijd wel over gecorrespondeerd wordt. Maar je zou het gewoon eens aan de uitgever moeten vragen, denk ik. Ja, alleen ik kan het natuurlijk zelf niet checken, omdat ik geen Duits spreek. Dus dat is, dat gaat zo moeilijk. Ja, ja, ja. Het is wel een goede uitgeverij, begreep ik, Zoerkamp. Ja, dat is een gerenommeerde uitgeverij, dus wees daar maar gerust op. Ik vroeg me ook af, en wat voor omslag, heb je daar dan nog invloed op? Nee, ik ging er eigenlijk van uit dat het exact dezelfde omslag zou worden, maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb eigenlijk nog niks erover gehoord. Nee. Maar ik denk dan altijd van, mijn uitgeverij, die regelt het. Ja, die regelt het wel. Dat maar ik heb er zelf eigenlijk nauwelijks contact over gehad. Nee. Want wie doet nu de buitenlandse rechten bij
Mariska. Oh ja, oké, want dat deed Roniet altijd, hè? Ja. Heb ja. je die nog meegemaakt? Roniet, nee. Nee, oké, want dat was wel een hele goede. Ja. Zijn er in het publiek vragen? Ja. Wilt u opstaan en dan ga ik de vraag herhalen, zodat iedereen hem goed kan horen. Ja, ik vind het in eerste instantie heel erg stoer dat je dit als geven hebt. En ik zou graag willen weten of het leven voor jou makkelijker of moeilijker geworden is. Oké. De vraag is van meneer of het leven, eerst de opmerking dat het heel stoer is dat het boek geschreven is, maar is het leven nou moeilijker of makkelijker geworden na de publicatie van het boek? Ik zou zeggen in eerste instantie, dus net na publicatie, veel moeilijker. Ik had ook oprecht spijt van alles wat ik had gedaan en vooral van mijn tv-optreden. Dat had te maken met juistige bedreigingen, maar ook dat alle contact met mijn familie op een gegeven moment onomkeerbaar verbroken was. Zo voelde het wel, zo is het ook wel. Maar het ging eigenlijk vooral om die haatberichten en die hele heftige reacties. Als je berichten krijgt als we weten waar je woont, et cetera, dan durf je natuurlijk niks meer. Ik had ook te maken met rechtszaken, ik moest een advocaat zoeken. Toen dacht ik op een gegeven moment, waar ben ik in beland? Ja, ja. Dat heb ik mezelf aangedaan. Ik was gewoon een student die keurig naar de VU ging en haar ding deed. En ik had geen zorgen aan mijn hoofd en ik was lekker anoniem. En nu word ik overal herkend en heeft iedereen een mening over me. En dat was wel iets waar ik niet heel erg op voorbereid was, geloof ik. Ik was ook veel te vaak in het nieuws, had ik het idee. Dat irriteerde me op een gegeven moment heel erg. Ik dacht, ik ben toch geen taggie of zo, weet je wel, de hele tijd. En dan was ik op de NOS en weer op de teletext. En weer op Facebook zag ik mezelf de hele tijd voorbij komen. Het was heel confronterend, omdat ik op een gegeven moment wilde ik in een soort slakkenhuis kruipen en weer de anonimiteit in. En gewoon niks meer met bekendheid te maken. Ik heb ook toen geroepen van dit wordt mijn laatste interview en ik wil het allemaal niet meer. Maar dat was gewoon ook heel oprecht. Ik stond er gewoon niet meer op te wachten. Nee. Ik wilde gewoon thuis zitten en met rust gelaten worden en überhaupt een thuis hebben. Want dat had ik ook niet. Toen heb ik heel veel hulp gekregen van Femke Halsema, de burgemeester. Ik had een onderkomen geregeld. Ik had weer wat rust aan mijn hoofd. En ook met de politie en zo heb ik toen aangiftes gedaan en dat ging op een gegeven moment wennen, hoe raar het ook is. Ja, dus ik voelde niet meer zo die benauwing van ik kan nergens meer op straat zijn en ben ik wel veilig. Dat ging met de tijd een soort van weg ebben. Het werd steeds normaler, ook door de steun die ik ontving van de mensen om me heen, vrienden, vriendinnen, studiegenoten, de uitgeverij. Iedereen stond voor me klaar en mijn leven werd eigenlijk steeds normaler. En ik begon ook weer gewoon weer interviews te geven en zo, want ik dacht dat hoort er nou eenmaal bij. Ik heb nou eenmaal de bekendheid opgezocht, dus laat ik nu maar ook gewoon doorgaan. En toen werd het wel steeds makkelijker. Dus nu heb ik het ook wel redelijk makkelijk. Mijn boek heeft me wel geholpen om uiteindelijk bijvoorbeeld een column in de krant te krijgen. Want dat is de reden dat ik die column heb, is mijn boek. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. Want nu kan ik ook mijn mening ergens uit. En daar wordt heel positief op gereageerd. En daar haal ik ook gewoon mijn inkomen uit. Ik ben financieel onafhankelijk geworden. Dus dat heeft uiteindelijk mijn leven makkelijker gemaakt. Ja. Ik denk ook, want we hadden vanmiddag, of eerder op de middag hadden we Eva Jinek. Hoe belangrijk is het dat meiden, vrouwen, economisch onafhankelijk zijn? Groot goed, moeten we voor strijden, nog steeds. Ik was eigenlijk benieuwd, waar bij jou in je leven het omslagpunt gekomen dat je dacht, ik ga voor de strijd? Ja. Nee, de vraag is, wanneer kwam het omslagpunt? En de constatering, ik ga het allemaal opschrijven. Ja, dat heeft meerdere redenen. Ik heb ten eerste altijd dagboeken gehad. En ik ben altijd een boekenworm geweest. Mm-hmm. Ik heb bibliotheken uitgespeeld in mijn jeugd. Ook denk ik omdat er toen nog geen wifi was en geen Netflix en geen games. Dus
voor mij was het twee keuzes, de speeltuin of de bibliotheek. Ja. En ik was nou eenmaal ik was super gefascineerd door boeken, dus ik heb altijd heel veel boeken gelezen. En ik denk als je zoveel leest, heb je stiekem, elke lezer weet je dan stiekem ook wel een soort van stoute fantasie van wat als ik ook mijn eigen boek heb. Ja. En dus dat was altijd al een beetje in me, maar ik had toen nog helemaal niet het idee om het over mezelf te hebben of zo. Dat was dan echt, het ging over fictie, mijn fantasie. Nou, op een gegeven moment ben ik natuurlijk Nederlands gaan studeren, dat zit natuurlijk ook in die contraien. En ik had het vak creatief schrijven van toen Arno Grunberg en Kees het Hart. En daar moesten we iets voor inleveren van, 3000 woorden en daar zou je een cijfer voor krijgen. En de naam zegt al creatief schrijven, dus het ging erom dat je eigenlijk alles mocht schrijven. Het had niet een bepaald thema of onderwerp of zo. Je moest gewoon iets schrijven en inleveren. En als dat goed geschreven was, had je gewoon een cijfer. Zo simpel was het. En dat had ik ingeleverd. En ik weet nog dat ik dacht, wat zal ik eens inleveren? Zal ik nou een compleet fictieverhaal schrijven of zal ik het nou over mezelf gaan hebben? Dus toen ben ik het eigenlijk over mezelf gaan hebben. Dus het waren de eerste paar hoofdstukken van dit boek. En dat heb ik toen ingeleverd. En ik kreeg van Kees het Hart kreeg ik een 10. Aha. En dat had geen enkele leerling uit de klas. En van Arno Grunberg kreeg ik een 9, omdat er taalfouten in stonden. Oh. Maar inhoudelijk, hè? Ongelooflijk. Was het in ieder geval heel goed. En ik weet nog dat Arno Grunberg had gezegd, dit is een project om voort te zetten, had hij bij de aantekeningen gezet. En dat was wel het eerste moment dat ik dacht, goh, misschien moet ik dit wel afmaken. En ik heb ook altijd dagboeken gehad. Echt al heel mijn leven vind ik het heel leuk om dingen op te schrijven, te noteren en dan later weer terug te lezen en denken van goh, dat heb ik ook nog toen gedacht. Dus ik had al een dagboek op mijn laptop, dat was een Word document. En dat was eigenlijk dit boek, maar dan in dagboekvorm met een datum erboven, et cetera. En ik heb het ook als dagboek ingeleverd bij de uitgeverij. Ja. Ik had zelf de titel Dagboek van een afvallige, geloof ik. Toen hebben we dat later van dagboekvorm naar romanvorm gezet en de titel veranderd, maar zo heb ik het wel ingeleverd. Ja. En het moment dat ik dacht, ik ga het opschrijven, ja, dat was dus deels door creatief schrijven en deels ook omdat ik van die puberteit, dat ik steeds dacht van ik moet niet opvallen en ik moet het zoveel mogelijk verzwijgen, dat had ik helemaal niet meer. Ik dacht juist van nee, ik moet er juist mee naar buiten komen en het is zo frustrerend dat ik dit toch niet langer volhoud. En ik moet het delen, ik moet het van me afschrijven. Ja, die drang werd gewoon groter op de een of andere manier. Ook omdat de druk groter werd, omdat ik ouder werd en mijn moeder heel vaak zei van die wil je hand komen vragen, die wil met je trouwen. En wanneer kunnen we je eindelijk verloven met die en die zoon? En die druk werd zo groot dat ik dacht, oh maar wacht, volgens mij zit ik nu op een soort tweespalt. En volgens mij is dit het moment dat ik mijn pad ga kiezen. Of ik ga meedoen met alles wat zij van mij verwachten en gewoon mijn mond houden en dus niet voor mezelf kiezen. Of ik ga heel radicaal voor mezelf kiezen. En dat hoefde natuurlijk dan niet met een boek, want ik kon ook wel in de anonimiteit voor mezelf kiezen. Maar toch had ik op de een of andere manier had ik die radicale breuk nodig om uiteindelijk een soort duwtje in de rug te krijgen of zo, ook van andere mensen. Omdat ik zelf niet, ik kon maar niet de knoop doorhakken om zonder boek mijn koffers te pakken en naar huis te gaan. Ja. Dus ik dacht misschien als ik het allemaal opschrijf en de wereld ingooi, dat ik wel die kracht kan hebben. Ja, het is een soort breekijzer denk ik ook. Ja. Je hebt voor jezelf een nieuwe weg opengebroken. Ja. Zo lijkt het mij. Ja. Wat voor dingen heb je gedaan van de inkomsten? Gekocht of leuke dingen die je normaal niet kon doen? Oké, nou dat is een fijne economische vraag. Wat heb je met alle poen gedaan die je met het boek... Wat is het eerste wat je bijvoorbeeld hebt gekocht? Ja, wat is het eerste wat je hebt gekocht toen je eigen geld had? Ja. Ja, sowieso de huur betalen. Dat is in Amsterdam al een hele grote kostenpost. Een huis inrichten. Eigenlijk
alles wat, wat je doet zodra je economisch onafhankelijk bent en je eigen ruimte wil inrichten. Dus dat heb ik ermee gedaan. En ja, verder niks eigenlijk. Het is nog bij een uitgeverij voor een groot deel. Ja. Want de ja, dat weten heel veel mensen niet. De royalties krijg je uitgekeerd een jaar nadat je boek is uitgekomen. Dus ja, dat. Nou, ja, dat gaat wel gebeuren. Andere vraag. Ja, mevrouw. Oké, ik zal de vraag herhalen, want het is een interessante vraag. Er is een imam geweest die heeft gezegd, laat Lale met rust. De vraag is nu, zijn er daarna nog meer mensen gekomen uit de moslimgemeenschap die dat ook heel stellig hebben verwoord? Ja, ik denk even heel hard na. Zijn het er niet veel? Niet eigenlijk. Nee. Ik weet het niet zo 1, 2, 3 en dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja, dat denk ik ook. Ja, kijk, ik was natuurlijk overal in het nieuws. En dan valt het natuurlijk op dat er een oorverdovende stilte heerst bij de mensen die ja, uit dezelfde gemeenschap komen. En die eigenlijk een soort ja, uit goodwill iets positiefs zeggen om mijn situatie te verbeteren, dat was er eigenlijk gewoon niet. Nee. Ik weet wel dat Erda Balsi, die was hier bij mij, ja. En die heeft zich heel erg duidelijk uitgesproken voor jou. Die heeft heel duidelijk gezegd wat zij zegt. Hij heeft zelf gevangenisjaren geschreven, ja. En hij heeft zelf dochters en hij stond vierkant achter je. Heeft hij dat jou ook op een of andere manier laten weten? Ja, hè? Zeker. Ja. Okay. Maar Erdal die is natuurlijk gewoon hartstikke modern, hartstikke seculier en die volgens mij niet eens gelovig. Dus nee, klopt. Ja. Ja, en dat is een hele intellectuele man. Ja. Dus dat verbaast me ook verder niet. Maar inderdaad, als het gaat om imams en geestelijke en iedereen met een prominente rol in die hele moslimcircuit. Dat was er gewoon niet, behalve dan die ene imam inderdaad. En die heeft al een soort track record van uitgekotst worden door de moslimgemeenschap. Dus dat was ook wel, omdat hij bijvoorbeeld voor homo's opkomt, et cetera. Maar ja, hij was de enige inderdaad, die op Twitter zei van, laat haar eens met rust en spreek je erover uit. Ja. Ja. En dat heb je toch wel hard nodig. Ik denk dat juist vanuit de gemeenschap moet er dan steun komen. Waren er nog meer? Daar achteraan, die mevrouw met het gestreepte shirt. Gaan we even opstaan, ja? Ik had twee vragen, maar... Iets luider, want anders verstaan we het niet. Dus heeft de media invloed gehad op hoe je nu columns schrijft? Ja, eigenlijk wel. Ik merkte dat alles wat je zegt in een interview of een soort media-uitlating, dat kan op een hele andere manier gebracht worden. En het is heel moeilijk te begrijpen, maar je zegt iets in een bepaalde context en dan wordt de context bijvoorbeeld weggelaten of zo, het wordt stelliger opgeschreven of het... Er wordt een kop van gemaakt, alsof dat de enige uitspraak is die je hebt gezegd of zo. Dus daar irriteerde ik me op een gegeven moment heel erg aan. Ik heb bijvoorbeeld een keer een interview gehad voor Young Magazine. En dan ging het over de hoofdstukken toen over seks in mijn boek. En dat was van, oké, daar heb je heel open over geschreven. Kunnen we dat in het tweede boek ook verwachten?
En toen heb ik gezegd, ja, dat gaat, heb ik een beetje halfgrappend gezegd van, ik weet het niet, dat gaat een beetje lastig, want mijn huidige vriend, die zegt, ik wil dat absoluut niet, ik wil niet in jouw hoek komen, et cetera. En dat heb ik toen gezegd, maar dat is ja, een beetje halfgrappend en zo. De volgende dag, nu.nl, Lale Gül zegt, ik ga niet meer over seks schrijven, ja. Weet je wel. Dus dat, je zegt het tegen, tegen het ene platform en de ander neemt het over en het is ineens een kop en dat wordt dan weer op Facebook en zo gezet en dan lees ik de reacties op Facebook en dan staat er van, wilt zij weer, nou weer aandacht en het boeit ons helemaal niet wat Lale Gül's seksleven is. Dus het is, weet je, het gaat allemaal alle kanten op, terwijl ik ben niet degene die heeft gezegd tegen nu.nl en nou moet je die quote van mij op Facebook zetten of zo. Dus ik let nu heel erg op met, oké, dit kan sensatie opleveren en dat soort dingen. En dat krijg ik dan ook bijvoorbeeld mijn ouders en zo weer te horen, weet je wel. Van, moet je jouw dochter zien, die heeft het weer daarover of zo. Dus dat, ja, ik probeer nu heel erg politiek te praten. Dus heel veel te zeggen zonder iets te zeggen of zo. En ik vind het bijna jammer dat ik dat moet doen. Ja, dat vind ik ook jammer. Omdat als je... Ja, je zegt soms dingen met een bepaalde toon, half grappend of lachend en zo. Nou, dat wordt opgeschreven, dus die toon valt al weg. Nou, bepaalde zinnen worden weggelaten, en er wordt een kop van gemaakt, et cetera. En dat, ja, op een gegeven moment vond ik dat heel irritant. Ja. Dus ben je wel eens helemaal klaar met social media? Ja, heel erg. Ja. Ik ben zelf helemaal niet van social media. Ik probeer er zo min mogelijk op te zetten, ja, waar ik ben en zo, dat deel ik nooit, mijn eten deel ik nooit. Dus ik probeer het heel, heel inhoudelijk te gebruiken. Ja. Dus dan gaat het meestal over nieuws of zo, of dat ik denk, oh, dit vind ik een belangrijke actie of zo. Maar niet, alles wat een soort van sensatie op kan leveren, dat doe ik niet. Nee. Je hebt ook van die websites, hoe heet het nou, Media Courant en zo, volgens mij heet dat zo. En als ik dan bijvoorbeeld een column schrijf, dan wordt daar weer een zinnetje uitgehaald. En dan wordt dat weer de titel van Lale Gül valt Giel Belen aan. Ja. Ik had een keer een column geschreven over Giel Belen, die had dan van die nepsupplementen op de markt gebracht. En dat scheen heel gevaarlijk te zijn voor mensen. Die konden zelfs dood aangaan, had ik begrepen. En toen had ik een column geschreven van ja, de supplementenmarkt moet toch echt gereguleerd worden. Want het is zo langzamerhand gevaarlijk. En vorig jaar waren er zoveel doden en blabla. En het was een hele inhoudelijke column. Maar toen was het zo van Lale Gül haalt uit naar Giel Belen of zo. Weet je? Dat was dan weer ergens zo'n titel. En ik dacht, oh, daar gaan we weer. Ik probeer daar heel erg op te letten. Ja. Aan de ene kant ook wel jammer, maar ik snap het wel. Want anders heb je iedere dag dit soort gedoe. Ja. Meneer. In het boek schrijf je regelmatig over je zus. Mijn vraag is, heb je nog contact met je zus? En hoe gaat dat? Ja, in het boek schrijft Lale regelmatig over haar zus. En de vraag is er nog contact met je zus? Ja, zusje, 6-11. Er is zeker contact, digitaal contact weliswaar. Dus we FaceTimen, we WhatsAppen. Gelukkig kan dat allemaal tegenwoordig. En afspreken gaat wat lastiger, want zij mag dat niet van mijn ouders. Maar ik heb wel zoiets van, zij moet een keer naar de middelbare school. Ja. En dan kan ze mij natuurlijk wel stiekem opzoeken of zo. Dus ik maak me daar niet al te druk om. Ik heb wel laatst begrepen dat zij een middelbare school moet uitkiezen. En dat mijn ouders het liefst hebben dat zij naar het Cornelius Haga Lyceum gaan. En dat is zo'n school die heel vaak in het nieuws is. Ja. Maar het is wel de enige islamitische middelbare school in Amsterdam. En zij is helemaal ervan overtuigd dat ze daar naartoe wil. En ik heb wel zoiets van, ja, moet je dat wel doen? Maar ik merk dat mijn invloed eigenlijk niet zo groot is op haar. Omdat ze zoiets heeft van, jij maakt alleen maar iedereen boos. Dus, Misschien moet ze haar eigen weg vinden. Ja, en ooit, weet je, Lale, ooit komt ze wel naar je toe en dan is er misschien een ander een moment of een wat rustiger moment dat je het wel rustig met haar over kunt hebben. Eigenlijk de vraag die ik eerder stelde van waren de pubers of adolescenten in je buurt waar je wel een beetje mee kon overleggen, dat zal wel gebeuren. Ja. Soms moet je de tijd ook zijn werk laten doen. Ja. Ik vind het eigenlijk ook helemaal prima als zij wel in dat geloof wil blijven bijvoorbeeld. Of wel
dat pad wil volgen als zij maar gelukkig wordt. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dus ja, ik heb het dat een beetje losgelaten eigenlijk. Ja. Maar af en toe maak ik me wel zorgen, maar ik probeer dat altijd een beetje te relativeren. Ja, dat is ook gezond, denk ik. Ja, maar er is wel zeker wel contact. Ja. Andere vraag, we gaan nog twee vragen doen. Daar achterin een jongeman. Vertel, vraag. Ik hoor echt helemaal niks. Nee, je moet echt luid praten. Ja, ik krijg dat vaker te horen van, ja, het is wel heel gestrekt been, of het is wel heel grof, bijvoorbeeld over je moeder. Dan denk ik, ja, maar wat is grof? Bijvoorbeeld heel veel mensen vinden het heel grof dat ik op een gegeven moment schrijf dat mijn oma best wel stinkt. Ondanks dat ik haar heel aardig vind. Ja, hè? En ondanks dat, dat ik haar heel erg mag, et cetera. Maar het is ook feitelijk zo dat ze stonk. Dus ja. Dan vind ik dat, ja, dan denk ik, is dat grof of is dat eerlijk? En hoe, dat kan natuurlijk ook gewoon naast elkaar bestaan. Ja. Dat iemand, dat je iemand heel erg mag en zo, maar dat is ook stink. Dus dat, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik dat zelf niet een manier van beledigen vind. Maar dat het gewoon ja, dat het een soort feitelijke beschrijving is van de situatie. En dan over mijn moeder, ja, die, dat vinden mensen heel grof. Maar dan denk ik, ja, dat is ook wel, als we weer elke dag ruzie hadden, was dat wel dermate irritant en frustrerend, dat dat soort lelijke gedachtes wel door mij heen gingen. Van, ik vind jou echt zo irritant. Oh, ik kan je bloed wel drinken, weet je. En dat heb je natuurlijk vaker met mensen waar je in principe van houdt, maar waar je soms gewoon niet door één deur komt. Ja. Dat heb ik ook wel eens met relaties bijvoorbeeld. Ja. En dat hebben heel veel mensen met huwelijken en zo. Dat je gewoon momenten hebt dat je iemand ook heel lelijk kan vinden. Ja. Ondanks dat je het over het algemeen wel mag. En dat je dat soort dingen nooit in zijn of haar gezicht zou zeggen. Maar het zijn wel gedachtes die je hebt. En ik betrapte mezelf erop dat ik die gedachtes had. En ik zei het natuurlijk nooit echt tegen mijn moeder. Maar ik dacht, in mijn boek kan ik wel zo eerlijk zijn en zo onverbiddelijk zijn en zo vrij zijn om dat gewoon wel op te schrijven. Ja. Nou ja, ik vind het wel bevrijdend. Ik wil een wedervraag aan jou stellen. Had je deze vraag ook gesteld als hier een jonge man had gezeten? Ja, begrijp. Oké, okay, dan is het goed. Dan is het goed. Ja, omdat ik, daar zit heel vaak een dubbele moraal. Dat een man dat allemaal wel mag doen. En dat de vrouw dat niet mag doen. Maar goed, ik geef hem terug. Maar als je eerlijk bent, oké. Zullen we dat dan maar aannemen, Lade? Ja, nee. Ik denk dat grofheid kan ook grappig zijn. Ja, dat vind ik dus ook. Is ook heel grof. Ja, ik moet daar ook om lachen. Ja. Ja. En natuurlijk denk je zo af en toe over je moeder. Kom op. Ja. Dus dat. Ja, ik vind dat een stukje eerlijkheid. Ja, verder heeft het ook te maken met, ik wissel steeds van jargon in het boek. Want aan de ene kant ben ik iemand die aan de universiteit studeert en de VDO heeft afgerond, et cetera. Maar aan de andere kant kom ik uit Bos en Lommer, uit de Colin Kidd buurt in Amsterdam. Het staat bekend als slechtste buurt van Nederland. Veel taalachterstand, veel criminaliteit, et cetera. En ik ben in feite opgegroeid met steeds mensen om me heen die best wel grof praten. En ook mijn eigen ouders zijn generatie op generatie boer geweest. Dus die heb ik ook altijd, in het Turks weliswaar, heel grof horen praten. Dus grof praten is toch wel een beetje voor mij natuurlijk of zo. Ja. Daar schrik ik niet zo snel van. In ieder geval niet zo snel als andere mensen misschien, die uit een veel netter milieu komen. Maar ik ben eigenlijk, ik ben daarmee om de oren geslagen met grof taalgebruik. En ik moest ook in het echte leven best vaak van jargon switchen. Dus op universiteit praat ik op de een of andere
de ene manier. Maar in Albert Heijn had ik allemaal collega's die allemaal van het VMBO en zo kwamen. En die ook gewoon van de straat waren. En die praten op een andere manier. En daar paste ik me ook aan aan. En in mijn buurt, in de straat, was er ook een bepaalde taal. En ik had een vriend in Den Haag die ook wel uit zo'n buurt kwam. Met heel plat Haags, et cetera. En dat was ook weer een taal waar ik me aan aanpaste. Dus ik had die talen ook wel gewoon om me heen. En vandaar dat ik het zelf ook bezig in mijn boek om dat een soort van te laten zien. Ja. Nou ja, weet je, ik moet dan denken aan Walter van den Berg. Ik hou heel erg van zijn werk. Hij schrijft ook echt heftig over inderdaad een lagere sociale klasse in Amsterdam. Waarvan je denkt, hallo. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de wereld waarin hij zich begaf. Ja, en ja. Dat, weet je, het zou heel raar zijn als hij opeens Amsterdam-Zuid bekakt taal bezig. Dat klopt gewoon niet met het boek en het verhaal. Inderdaad, ja. Oké, waren er nog... Mevrouw? Ja. Oké, dat is een heel mooie vraag. Een mevrouw vraagt, heb je het boek voor jezelf geschreven of heb je het boek geschreven voor dat ene meisje wat misschien net zo eenzaam is als jij in jouw jeugd? Mooie vraag. Lale. In zekere zin heb ik het voor mezelf geschreven in die zin dat ik het van me af moest schrijven. Maar ja, goed, dan hoef je het nog niet te publiceren. Dat kan je ook in je eigen dagboek blijven houden. Dus ik denk uiteindelijk voor de anderen die zich niet eenzaam hoeven te voelen omdat ze in hetzelfde schuitje zitten. Ik denk niet voor mezelf. Na uitgave heb ik mijn eigen boek eigenlijk niet meer gelezen. Dus ik denk uiteindelijk wel vooral voor de anderen. Ja. En ik merk ook dat die berichten die ik krijg op vooral Instagram van jonge meiden, dat die mij de meeste voldoening geven als het gaat om wat ik uiteindelijk met dit boek heb bereikt. Als ik zo'n bericht lees van, dat gaat meestal echt paragrafen lang door, van en ik heb dit en het lijkt alsof je mijn leven beschrijft en zelfs dit klopt ook bij mij en door jouw boek ga ik ook voor mezelf kiezen, terwijl ik dat eerst nog niet durfde. Je hebt me zo gemotiveerd en zo geïnspireerd. Dat geeft mij uiteindelijk de meeste voldoening. Dus ik denk uiteindelijk wel voor de anderen. Ja. Hier wilde ik het eigenlijk bij laten. Ik heb een interview met jou gezien. Volgens mij was dat op de uitgeverij met Mano en met jou. En er was iemand die jullie interviewde. En Mano heeft natuurlijk een beetje hetzelfde beleefd als jij. Die is ook verstoten door zijn ouders. Maar er kwam ook een soort heling. Een proces waarin hij wel weer contact kreeg met zijn ouders. Ja. Hoe zie jij dat voor jezelf? Ik zie het niet goed komen, eerlijk gezegd. Omdat alles wat ik ook na het boek doe, dat zijn ook allemaal dingen die ze totaal niet kunnen waarderen. Zoals de columns die ik schrijf over dat je baby's kunt besnijden in dit land zonder dat ze daar iets over te zeggen hebben. Dat krankzinnig is en dat... waar heb ik het niet over gehad? Over de komst van een nieuwe islamitische school met gescheiden klassen, dat we dat niet moeten willen. Dus ik ben heel erg geëngageerd ook na het boek. En dat krijgen zij ook weer allemaal mee. En dan denken ze, goh, we hebben gewoon een kind gebaard en opgevoed wat nu tegen ons strijdt. Of tegen onze leefstijl, tegen onze religieuze principes. Ik heb ook wel eens over ritueel slachten geschreven. En ja, dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet waarderen en dat maakt ze eigenlijk alleen maar bozer. Stel, ik zou dat soort dingen niet hebben gedaan en niet doen. En ik zou het echt alleen bij dit boek hebben gelaten. En ik was bereid om mij hier aan te passen aan en te respecteren hoe zij leven en ook mij echt daaraan aan te passen. Dan zou het misschien wel goed komen, maar aangezien ik zo radicaal ben gebroken en ook niet bereid ben om nog maar iets van water bij de wijn te doen qua mijn eigen leefstijl inleveren. Dat kunnen ze denk ik niet accepteren. En ook niet als ik ze vertel dat ik met een vriend samen woon, ongehuwd. Hij is onbesneden, geen moslim. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen die ze nooit zullen accepteren. Dus ik zie het niet goedkomen. Oké, dat is een duidelijk antwoord.
Ik vind het ongelooflijk. Ik vind je boek, zeker, dit gaat bijdragen aan emancipatie. Dus ik juich het alleen maar toe. Ik vind je ongelooflijk dapper. En ik zou zeggen, creëer ruimte om toch dat tweede boek te schrijven. Ik denk dat dat voor jezelf ook belangrijk is. Ja, ik wil het heel graag. Ik wil het heel graag, maar het lukt op de een of andere manier en niet door alle drukte. En, maar dat komt misschien wel weer. Je moet jezelf ook de tijd geven. Hè? Ja, ik hoop het wel. Goed. Ik wil het hiermee afsluiten. Oh, nog één vraag. Ik denk ook aan de gemeenschap, hè, waar je over spreekt. De families onderling. Ja. Als ik me probeer in te leven in hen, ik ben het niet met hen eens, maar als ik me probeer in te leven, dan lijkt het mij heel moeilijk voor individuen of families om daaruit te treden. Net zo moeilijk als het voor jou is. Ja. Want het is een claim onder elkaar en ze verstoten elkaar. Ja. En jij weet zelf hoe moeilijk dat is, hoe dramatisch. Ja. En ik stel me voor dat een heleboel mensen, of een aantal mensen, dat wel zouden willen. Mm-hmm. Zelfs binnen één huwelijk, dat de een het wel zou durven en de ander niet. Dat het heel moeilijk is om daar uit te breken. Ja. Dus ik denk aan die andere mensen. Ja. Ik vind jou geweldig, maar als je naar de gemeenschap kijkt, denk ik dat het ook heel moeilijk is. Ja, maar het is ik weet zeker het niet zeker, hè? Ja, nee, ik weet het niet, want ik ben niet gelijk. Van hem, maar dat denk ik. Ja. Het is heel moeilijk. Ja. Ja, maar goed, ik denk toch dat het nodig is, als je wilt emanciperen, zullen er altijd mensen, en vooral meiden, op moeten staan en zeggen, ik absoluut wil een ander leven. Dat hebben ook onze moeders, onze oma's gedaan, om nu, zoals wij hier zitten, we kunnen naar het café gaan, we kunnen omgaan met de mensen die we willen. Dat is voor ons bevochten. En ik denk ook dat je dat moet koesteren. Dus echt, Lale, blijf je goede werk doen. Ik wilde iedereen uitnodigen, wil je een boek kopen? Dat kan, de boeken zijn te koop. Heb je zelf een boek, kun je het laten signeren. Stel jullie netjes op in een rij, dan gaat het allemaal prima. De bar is open, je kunt koffie of thee bestellen. Ik wil jullie bedanken en ik wil vooral Lale heel erg hartelijk bedanken dat je bij ons was. En dank voor je openhartige antwoorden. Dank je.